Een hele goede dag mensen en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van F1 2019 de Career Mode. We gaan verder in Mexico, ronde nummer 18 van het kampioenschap in aflevering 61. Als je aflevering 60 in Japan gemist hebt, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze gaat zien. Dat kan rechtsboven het i'tje, klik erop en dan zie je de aflevering verschijnen. En ben je nu het kanaal om meer wekelijkse aflevering van F1 2019 de Career Mode zien? Ram dan gewoon op de abonneerknop en schakel ook een lekker belletje op alles aan, zodat je geen enkele verdieping van mij mist. Ja, Mexico dus. Een prima baan om op te rijden. Eén update aan de auto is toegepast. De kwalificatie verloopt nat. En de race is droog. We starten in ieder geval helemaal van achteraan. Dus het geeft helemaal niks waar we staan. Maar alsnog doen we gewoon de kwalificatie. Ik laat alles dus vervangen van de power unit en de gearbox. Trouwens, de gearbox niet. Die gaan we niet vervangen, want die kan nog even mee. Maar eerst de kwalificatie voor de grote prijs van Mexico. Now to the lights go green for the Mexico Grand Prix qualifying. So let's get ready and see who has that pole position winning performance in them this afternoon. So then, Ant, it's another Grand Prix weekend, another exciting qualifying session ahead of us. What are you going to be looking out for over the next few minutes? The first question is going to be who can avoid making mistakes. There isn't much margin for error in qualifying, and you have to bear in mind that the track conditions may have changed since practice, particularly as we've had a few support races in the meantime. If the brake bias settings, for example, don't take this into account, it's extremely easy to lock up a front wheel and cause a flat spot. Just like that, your lap's ruined and you've wasted a set of tyres to boot. Ja, we zijn inmiddels aanbeland bij Q1. Nog droog op dit moment gelukkig. Ik denk wel dat het in Q3 wel gaat regenen. Dus we moeten daar wel mee voor oppassen namelijk. Dus we moeten er vroeg bij zijn in Q3. Maar dit is pas Q1. En hier kan ik gewoon die Mercedes motor zijn ding laten doen. Kijk maar eens wat voor topsnelheid wij rijden. 357 km per uur. Volgens mij 358 km per uur als ik het goed zeg. En dan pakken wij P1 af van Vettel met een 1.14.2. De uitslag van Q1 Hamilton. Een tiende eronder door, onszelf naar 2 en Leclerc naar 3. Q2 inmiddels en ik heb besloten om op de medium band mijn tijd te gaan laten zetten. Omdat ik helemaal achteraan start. En ik wil niet net als in seizoen 2 een blunder maken in de Verenigde Staten. Want daar start ik op de softbanden, wat niet goed werkte. Ja, we kwamen wel van P20 naar P2. Maar ik heb liefst gewoon dat ik de overwinning pak. Dus een andere strategie gaan wij dan doen, dus dan de rest. En dan ben ik benieuwd waar we zo meteen belanden op deze mediumband. Leclerc met een 1.15.0. Waar komen wij te staan? Wij zetten een 1.15.0 neer op 16.000ste van Charles Leclerc. Maar we zijn inmiddels doorverwezen naar P7 en Q2 zit er alweer bijna op. En ik heb besloten om nog een rondje op deze medium band te gaan doen. We zitten wel safe, maar niet zeker veilig. Dus niet dat we echt kunnen zeggen, nu is het genoeg geweest, nu gaan we geen ronde meer doen. Ja, P7 maar. En dus is het een alles of niets ronde. Gelijk groen, heel mooi bij het aanrempunt bij bocht 1 en 2. Verstappen laat een 27.5 noteren in sector 1. Groen in sector 1, groen in sector 2. We zijn naar P4 verwezen in één keer. Weber naar 5. We zijn doorwezen naar P5. Ik weet niet wat er aan de hand is. Nou, P3. Op de medium. De uitslag van Q2. Leclerc naar 1, Perez 2. Verstappen 3 en onszelf naar P4 op 2 tiende. En Lewis maar net door. Dus de pace op de medium band is denk ik veel beter dan op de soft. We zijn inmiddels aanbeland bij Q3. Het is wat bewolkt te gaan worden hier in Mexico. En ik verwacht dat het zometeen regen gaat vallen. Dus deze ronde wordt een alles of niet ronde. Daar gaan we dan. Over start finish. DRS geopend. En een heel lang rechtstuk voor ons. We hebben iemand voor ons. Wie is dat? Dat is volgens mij Verstappen. Die voor ons rijdt. Ja. Verstappen rijdt voor ons. Hopelijk dat we daar geen last van krijgen. Anders zijn we wel de pineut. Kvyat met een 1.15.1. Voorlopig op pole position.
Waar staan wij zo meteen? Op een P1 met een 1.14.4. Mooi. De uitslag van Q3. Leclerc en Vettel zijn sneller gegaan. En wij zijn doorwezen naar P3. Hamilton op plek 8. Heel teleurstellend. De rivaliteit breakdown met Lewis Hamilton en Lucas Weber. Daar winnen we dus op dit moment van. De resourcepunten na de kwalificatie hier in Mexico. Het zijn er hopelijk zoals normaal veel. Dat moet ons wat resourcepunten gaan sparen voor updates in Abu Dhabi, Verenigde Staten en Brazilië. Reputatie is weer gestegen met het team, gelukkig maar. Veteran en de sportsmanship, allemaal leuk. So, unfortunately we've picked up some grid penalties and we'll be starting further back than you expect. As for how bad it is, that'll depend on what the other drivers get. Ja, Jeff zegt het al, we krijgen een gridstraf namelijk omdat we alles hebben laten vervangen. Natuurlijk eigenlijk ook, dat wou ik eigenlijk zeggen, maar ik versprak me helaas. En dus dachten we vanaf P20, maar dat geeft helemaal niks. We gaan het gewoon zien voor de grote race van Mexico voor Career aflevering 61. We gaan het zien. We zijn hier in Mexico City. The atmosphere is anything but. The crowd have been chanting and singing, not just this afternoon, but throughout the entire weekend. There's a great love for Formula One here, and no small amount of expectation. Let's hope today's Grand Prix can meet it. The Autódromo Hermanos Rodríguez, 2.6 miles of track that allows drivers to take full advantage of their cars, reaching speeds in excess of 220 miles per hour, and providing lots of opportunities for overtaking. The circuit features 17 corners, 10 to the right, and the remaining 7 going to the left. Anthony Davidson, a very warm welcome to you as you join me in the commentary box for today's event. Let's talk about the Professor. What do you make of their performance so far this season? It's been a really solid year so far. There have been some incredible standout performances, but what's really impressed me has been the consistency. With this kind of form, I'm expecting another great race today. It's time to take a look at our starting grid for today's race. Charles Leclerc lines up on pole position and starting alongside in P2 is Sebastian Vettel. Looking down the rest of the grid we have Weber, Perez, Daniel Kvyat and Hamilton, Bottas, Verstappen. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. Gasly and Carlos Sainz, Russell, Grosjean, Lance Stroll and Butler, Raikkonen, Ricciardo, Kevin Magnussen and Robert Kubica, Giovinazzi and the Professor. And with preparations almost complete, let's... Nou, we zijn inmiddels aanbeland bij de startgrid. Jeff waarschuwt ons voor auto's die flink kunnen afremmen, dus we moeten afstand houden. Dus dat is het advies waar we aan ons moeten houden, anders verpesten we dus onze race, wat dus niet de bedoeling is. Hier de strategie dan. Medium en hard. Ik ga dat denk ik aanpassen naar medium, medium, soft. Ik vind dat veel beter dan die harde band. Want daar kan ik nooit zo goed op rijden. Even kijken wat de juiste keuze is. Een prima strategie vind ik. Ik speel even wat met de pitstop editor. Medium, medium, soft. Misschien wat eerder naar binnen voor die laatste stop misschien, als dat kan. Oké, prima. Extra fuel meegenomen. En dan gaan we gewoon beginnen voor de grote prijs van Mexico. Voor Career aflevering 61. We starten in ieder geval helemaal van achteraan. Giovinazzi op P19 en we zijn onderweg. En het is een matige start, want de rest is allemaal beter weg dan onszelf, dan mijzelf. En dan zie je afwachten wat iedereen in de eerste bocht doet. We kijken wat. En daar zitten we al gelijk aan de binnenkant van Kubica. Die ons daar niet echt laat leven, want wij worden daar even afgeknepen. En hier een mooie stretchback op Giovinazzi, Kubica en Magnussen kunnen we ook al gelijk meepakken op die exit. De volgende is Daniel Ricciardo en Kimi Raikkonen. Aan de binnenkant van Ricciardo en Raikkonen. En mooi gedaan. Butler kunnen we helaas niet pakken. Ik keek daar wel eventjes, maar het was iets te optimistisch. Nou, Butler, rijd door jongen. Kom op, rijd door. P15 dus. Mooi.
Daar zitten we dan aan de binnenkant bij Devin Butler in het stadiongedeelte. P14 dus, de volgende heet Lance Stroll. Die we misschien al buitenom kunnen passeren. Ja, dat gaat niet. Nee, net niet. Kwiat zet een 1.20.6 neer. De snelste race komt tot nu toe. Stroll is hier dan de volgende die we hier dan nu op het rechtstuk moeten passeren. Helaas bij het stadiongedeelte niet gelukt. Maar als we hier achter blijven haken, dan verliezen we kostbare tijd. Aan de buitenkant kijken en een prima inhaalmanoeuvre op Lance Stroll in zijn Racing Point. En dan is de volgende George Russell, ronde nummer 2. Nou, dankjewel Jeff, hij vond het een prima manoeuvre. Dat was het ook, een prima manoeuvre buitenom bij bocht 1. Dat zie je niet zo vaak. Paars, sorry, groen in sector 1. Ik dacht even paars in sector 1, groen in sector 1. Persoonlijke verbetering dus. Daar zitten we dan in de slipstream van George Russell, die eerst aan het besparen is. Het is daar geel en iemand is daar uitgevallen. Is dat Ricciardo? Ja, Daniel Ricciardo is uitgevallen. En de virtual safety car is uitgeroepen. En dan moeten we in één keer op de rem, want Gasly geeft ons een breektest. We moeten dus een groene delta zien aan te houden voor de rest van deze periode. Mooi, de virtual safety car is inmiddels aan het eindigen, is geëindigd dus. En nu kunnen we naar Pierre Gasly toe rijden in zijn Haas. Daarvoor rijdt Carlos Sainz en daarvoor rijdt Max Verstappen, maar die zit nog te ver weg. Ronde nummer 3 inmiddels, zometeen ronde nummer 4. De auto van Ricciardo is nog niet weggehaald, zie ik. Die staat er nog stil. DRS hier geopend op Pierre Gasly. Daarna van heel ver en Gasly en mijzelf blokkeren. Carlos Sainz net niet geraakt, maar een mooie diepe inremactie naar Pierre Gasly toe. En dan is de volgende Carlos Sainz in zijn Racing Point. P11 inmiddels. Mooi. In ronde nummer 4 pas. Daar zitten dan aan de buitenkant bij Carlos Sainz. Carlos Sainz verdedigt die binnenkant. Dat is niet slim, Carlos. Dan kunnen wij hier mooi een aanval wagen. Is ook geslaagd. En P10 inmiddels. We zitten in de top 10. En nu kunnen we naar Max Verstappen toe rijden. Bij het stadiongedeelte. Verstappen zit daar klem. Kunnen we hier aan de buitenkant kijken bij de Nederlander. Het is daar wat duwen en trekwerk. En alweer een prima inhaalactie. Dit keer op onze landgenoot Max Verstappen. Lucas Weber zet een 1.17.9 neer. Wij zetten een 1.18.2 neer. Daar is Grosjean gezien. Denk ik, want hij is slipstream van Lewis Hamilton. Nou, Grosjean valt Hamilton ook nog aan. Maar dat lukt niet en daardoor verliest Grosjean momentum. En we pakken hem mooi buitenom. De volgende is Lewis Hamilton. Die we hier al misschien bij het stadiongedeelte in kunnen halen. Daar zit dan aan de buitenkant bij Lewis Hamilton. Lewis Hamilton raakt ons en spint. Het is weer bonje bij Mercedes. Lewis Hamilton raakt net als in Italië mijn sidepod en spint daardoor. Dat is zijn eigen schuld, niet de mijne. Check your MFD for a new strategy. Daar zitten we dan in de slipstream van Valtteri Bottas. Die we hier misschien buitenom kunnen passeren. Nou, er is net niet genoeg ruimte voor ons. Hier een switchback doen en heel prachtig gedaan. Naar de binnenkant geswitcht, Bottas wel geraakt. Maar dat geeft niks, het is alleen maar een waarschuwing. Ronde nummer 8 inmiddels. De volgende heet Danny Kvyat. En daarvoor rijdt Sergio Perez, de thuisheld, op P4. Heel knap. Weber op P2. Hij doet het ook heel goed, vind ik. In zijn Red Bull. Dat niet kan oppassen tegen Mercedes en Williams. Kvyat is gezien. Slipstream pakken en ernaast zet. En Perez kunnen hier al misschien ook gelijk passeren. Kijk eens hoe snel we zijn. Ten opzichte van Sergio Perez aan de binnenkant gezet. En laten uitrollen. En P4 is van ons. Mooi. Wel een track limits waarschuwing, maar dat boeit helemaal niks. De volgende heet Sebastian Vettel in zijn Ferrari. Daarvoor rijdt Weber en daarvoor rijdt Charles Leclerc volgens mij. Groen is sector 1. Mooi. En Weber heeft het lastig, zie ik. We zetten de snelste retro nu met een 1.17.3 en we bereiken de pitstop window. We gaan dus naar de medium, terwijl Vettel en Weber samen knokken om plek 2. Dit geeft ons wat mogelijkheden om aan te sluiten bij die 2. Want die houden elkaar nu op namelijk. En de strategie is medium, medium, soft. Dus we gaan tijdens de pitstops
naar de medium, niet naar de soft. Gat naar Weber is 1.4. En Charles Leclerc rijdt aan kop. Die leidt de grote prijs. Jeff deelt even mee dat we dicht bij een pitstop window zitten, terwijl Weber en Vettel samen knokken om plek 3. Dat geeft ons een goed moment om Vettel aan te vallen. We ruiken bloed bij Sebastian Vettel. Daar zitten we aan de buitenkant. We laten hem staan en P3 is van ons. De volgende heet Lucas Weber. Die we hopelijk snel kunnen passeren en dan door naar Charles Leclerc in zijn Ferrari. Weber duikt naar binnen. En Charles Leclerc gaat door. In this lap, push now. Jeff zegt dus, in this lap, push now. Dat betekent dat we dus nu naar binnen gaan komen. Alleen ik weet niet of dat verstandig is. Dat weet ik dus niet. De volgende heet Charles Leclerc, die rijdt voor ons. Ik denk dat we toch naar binnen gaan komen. En dat we op de mediums dan de volgende stint gaan rijden. Groen en paars in sector 1 en 2. Charles Leclerc komt naar binnen. Wij komen ook naar binnen met Charles Leclerc. En is de vraag waar wij zo meteen terechtkomen. Komen wij voor of achter Lucas Weber terecht? De pitstop moet goed gaan. 2.0, die kon wel beter. Nou, dan verliezen wij wat tijd ten opzichte van Charles Leclerc. En waar is Lucas Weber? Dat is de vraag. Weber komt nu over start finish. En we komen echt achter, denk ik. Net, we komen er net achter. En Charles Leclerc heeft het al gelijk met Giovinazzi aan de stok. En hij komt achter Giovinazzi terecht. Nu moeten we eerst Lucas Weber zien te passeren voor P10. DRS geopend, slipstream pakken van Lucas. En dan hier misschien aan de binnenkant zetten. Ja hoor, Giovinazzi blokkeert zijn banden. Wij schieten wat rechtdoor leek het wel. En Weber geeft hier ons niks cadeau. Een prima strijd met mijn F2 oud teammaatje. En dan rijdt Weber hier niet door. Wat oh zo jammer is. Giovinazzi en Leclerc. En onszelf hier met Lucas Weber. Weer op hetzelfde punt. En weer een prima inhaalactie. Leclerc en Giovinazzi knokken samen om plek 8. Dat geeft ons hier een slipstream van Gio en Charles Leclerc. DRS is hier geopend. Op het lange rechtstuk 3 wijd. En kunnen wij deze 2 in 1 slagen? Ja hoor. Hoppata. Giovinazzi en Charles Leclerc veroverd op het lange rechte stuk. Prima inhaalactie en de volgende heet Robert Kubica in zijn Alfa Romeo. Die kunnen we ook makkelijk passeren, denk ik. 3/10 verschil. Daar zitten we dan aan de binnenkant bij het stadiongedeelte. En P2 is veroverd. Mooi, dan kunnen we nu doorrijden naar Lance Stroll die naar binnen gaat volgens mij. Dus dat wordt ook een prima, ja, cadeautje eigenlijk aan ons, omdat Lance Stroll naar binnen duikt. Die is dus nu ook naar binnen. En dan gaan we ronde nummer 15 in. We zitten ongeveer op de helft. Okay, you only have to stop once now. One stop left. Pit window will open in 10 laps time. Pit window opens in 10 laps. Okay, nog één stop te gaan. Pit window opent in ronde nummer 25. Mooi. Dus we kunnen deze banden eigenlijk gewoon naar de kloot rijden eigenlijk. 1.16.8 is de snelste tijd die we tot nu toe rijden van de race. Weber op 4.4 gezet. Vettel naar de harde band. En ik denk dat Weber ook naar de softband gaat. Denk ik. Weet ik niet zeker. Ronde nummer 26. Daar komen we al Kimi Räikkönen tegen. Maar we duiken hier vandaan. We gaan dus naar binnen voor een setje soft. We stappen en Bottas naar 2 en 3. Weber heeft een pitstop gemaakt namelijk. Gat is 18.0 seconden naar Max. Dat is heel mooi om te zien. Deze stop moet ook goed gaan. Go now. Ja, die gaat wel goed. 1.9, ondanks dat een versnelling niet beschikbaar was. Toch 1.9, een prima stop. En Verstappen duikt naar binnen. Bottas duikt naar binnen. En Charles Leclerc
komen we nu tegen opstartfinish. Daar is Charles Leclerc. Achter ons. Nee, hij kan er niet langs. Dus we behouden gewoon de leiding. Mooi. En dit is zometeen wegrijden van Charles Leclerc. Wat natuurlijk snel moet gebeuren. Anders wordt het nog wat in de laatste paar ronden van de wedstrijd. Nog 9 ronden te gaan. Gat aan Leclerc is 3/10 inmiddels. Perez naar 3. Super knap van de Mexicaan. Ronde nummer 28 inmiddels. En daar komen we dan voor een snelste raceronde met een 1:15:06. Mooi, de snelste raceronde is nog steeds in handen van ons en Sergio Perez heeft het moeilijk. Want Vettel zit achter hem. We lopen wat weg van Charles Leclerc, dat moeten we dus volhouden. En ik denk niet dat Sergio Perez dit gaat volhouden. Het zal wel mooi zijn voor zijn thuisrace hier in Mexico, maar ik ben bang dat Vettel dat podium af gaat pakken van de Mexicaan. En wij rijden nog steeds comfortabel aan kop. Ronde nummer 33 inmiddels. Daar gaan we dus nu deze ronde in starten. En Kimi Räikkönen krijgt een blauwe vlag. Doei Kimi. Lucas Weber is naar plek 3 gegaan. En we stappen op P4. Daarachter Vettel en Perez. Volgens mij, zeg ik dat goed? Dat zeg ik niet goed. Dat is Pierre Gasly. Die daar rijdt. Nee. Dat zijn Perez. En een Williams coureur. Ik weet niet welke. Paars in sector 1. Mooi om te zien. De laatste ronde loopt inmiddels voor de grote prijs van Mexico. 20,3 seconden is het naar Lucas Weber. En als het zo eindigt, dan pakken we onze 12e achtereenvolgende overwinning. Als ik dat goed zeg uit mijn hoofd. En dan kunnen we op naar Sebastian Vettel's record van 13 overwinningen op een rij. Ongelooflijk. Dus ja, eigenlijk moeten we nu gewoon nog de VS winnen, Brazilië winnen. En dan hebben we een nieuw record gevestigd. Daar zijn we dan bij het stadiongedeelte. Wij winnen dus de grote prijs van Mexico. Pakken ook een snel racegepunt. En dan gaan we ons opmaken voor de Verenigde Staten. En ik verwacht daar ook weer voor de overwinning te kunnen strijden. That's the 12th consecutive race win. What a result! This record is going to be difficult for anyone else to beat. That's it for another Grand Prix and a fantastic win for Mercedes. What do you think it was, Ant, that gave them the edge over the competition today? I think the key here was just the quality of the racecraft, you know? I mean, how many overtakes did they make overall? I'm sure we have a stat person keeping score somewhere, and it was fantastic to watch, wasn't it? This is a strategic sport at the end of the day, but it's always really gratifying to see close-fought battles on track. It's what all the fans are after. So after a magnificent race, we can now see the drivers making their way to the podium. Once again, it's the Silver Arrows who take top spot. A well-earned victory for Mercedes. Nou, de uitslag. Wij winnen de grote prijs. We pakken ook snel het race-rondepunt. We pakken ook driver of the day. En Hamilton na P10, ondanks die crash, toch nog goed gedaan. En ja, beide titels zijn dus allang binnen. Want in Japan hadden we ook de constructeurs bokaal opgehaald. En Hamilton op P5 bij de coureurskampioenschap. Gained a lot of positions during the race, didn't you? Ja, Claire. Als je de race had gezien, dan is daar het antwoord. It wasn't the cleanest race today, was it? Nee, maar ik moest er ook hard voor knokken en dat geldt altijd bij Formule 1. You and Lucas seem to enjoy yourselves up on the podium. Ja, natuurlijk. Je moet toch altijd een beetje een feestje van maken, joh. Het is niet altijd serieus werk, joh. Appreciate your time. Oké, tot in de Verenigde Staten, Claire. Doei. De rivaliteit breekt down met Lewis Hamilton en Lucas Weber. Daar winnen we dus weer dik van. Mooi om te zien. De resourcepunten na de grote prijs hier in Mexico. Het zijn er ja, wel flink, vind ik. Race bonus ook meegeteld, mooi. Team goal bonus ook meegeteld, super mooi. Nou, 40 driver
punten gescoord in de laatste wedstrijden. Super, reputatie is weer gestegen met mijn team en de andere teams veteran en de sportsmanship. Nou, dankjewel Emma. Ja, dit was het review mensen. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Uitgenomen dat beloon het met een like. Ben je hier nu het kanaal om meer wekelijkse afleveringen van F1 2019 Career Mode zien en binnenkort ook F1 2020 de Career Mode? Ram dan gewoon op de abonneerknop en schakel ook gelijk het belletje op alles aan, zodat je geen enkele video meer van mij mist. Ja, reageer wat beter kan moet worden of als je zegt, hey, toffe video, ik heb genoten van de strijd met Lewis Hamilton, helaas die spin. Spam de comments gewoon vol en zou ik zeggen, fijne dag verder en tot ziens tot de volgende keer bij F1 2019 de Career Mode. Ga verder in de Verenigde Staten.